Hallo, daar ben ik weer. We gaan dus de pagina nou gaan bouwen. We hadden eventjes IDs en class uitgelegd. Die vlakken die ga ik er nu eigenlijk weer uithalen. Dit is als eigenlijk als voorbeeld, dus die haal ik even weg. Dus dan houden we eigenlijk alleen de body over die hier open en hier sluit. En in onze stijl haal ik ook even deze twee eruit. En sla ik hem even weer opnieuw op. Dus dan hebben we weer eigenlijk een lege pagina. En we beginnen even weer van voor af aan. Want we gaan eigenlijk onze pagina bouwen. En onze pagina die bestaat uit een aantal vlakken. Zoals ik al zei in Photoshop, moet je eigenlijk gewoon een soort vlakken dozen, ja, dozenpakket, zullen we maar zeggen. Of vlakjespakket even gaan maken. Om dan heel makkelijk de maten te kunnen opmeten. Nou, ik heb nog niet echt laten zien hoe je die vlakken kunt maken in Photoshop. Klein stukje Photoshop uitleg. Ik zet ze even uit. Als je dus een design hebt gemaakt, kun je dus bijvoorbeeld met deze vector vormen, die rectangle tool, kun je eigenlijk de vlakken eromheen trekken. Ik zal een beetje inzoomen. En omdat we een grid hebben gebruikt, is dat ook wel vrij makkelijk. Want je kunt dan gewoon zeggen van oké, vanaf hier tot en met ongeveer hier is mijn logo. En je moet wel even zorgen dat natuurlijk dat het er bovenop komt te staan. Even Ctrl Z. Dus je gaat boven je. Zo. Daarboven even een laag aan maken. Tenminste. Even opnieuw laag aan maken. Zo. Begin nou een vlak te trekken. En dit is gewoon die Rectangle Vector Tool. En als het goed is, helpen die hulplijnen je. Kijken. Zo. Beetje omlaag. Dat is 1. En wat ik vaak doe voor navigatie is gewoon, ja, navigatie eigenlijk ook een groep. Dus pak gewoon een heel strook. Ik ga niet voor elk onderdeeltje ga ik gewoon een los ding aanmaken. Nu zie je ook meteen het probleem dat dus een wit vlak op een witte, bijna witte achtergrond niet te zien is. Kun je dubbelklikken op jouw laag. Dus hierin waar de naam ook staat van de laag. En dan kun je dus een stroke of een lijn. Dat is de Nederlandse versie is, maar ik denk dat het gaat nog uit van een stroke. Dan doe ik even inside. Nou, hij mag zwart zijn. Volgens mij is hij standaard rood. Dat mag ook. Wat je zelf fijn vindt. Als je hem maar ziet, zullen we zeggen. En nu heb je dat effect erop staan. Als ik nu even er langs klik. Mijn hulplijnen uitzet. Zie je dus dat die ook te zien is. Oké, dat effect kun je gewoon kopiëren naar je andere vlakjes. Dus als je Alt inhoudt, je klikt op het effect, klik en drag naar de volgende, dan kopieert die exacte effect mee. Dus dan hoef je niet elke keer weer te dubbelklikken op die laag. En zo krijg je dus eigenlijk je blokkendoos. Nu heb ik dat natuurlijk al voorbereid in dit document, maar als je een keer zelf een ontwerp maakt, zou ik dat wel adviseren. Want dan laat ik nu ook meteen zien waarom. Je pakt je verplaatstoel en voor de PC-gebruikers kun je Ctrl inhouden. Moet je wel even opletten dat dit automatisch selecteren uit is, dat je op Layer staat. Show Transform Controls, die kunnen aanstaan, maar ik vind het prettiger als die uitstaan. Minder afleiding. En als je dan Ctrl inhoudt en je klikt op een object, dan selecteert hij hem hier ook in de laag, zoals je hier ziet. Dat is hartstikke handig. Hou je vervolgens weer Ctrl ingehouden voor de PC-gebruikers en Command voor de Mac-gebruikers. Klikt hier in deze laag en dus niet hier, maar hier waar waar dat vormpje staat. Dan zie je dus dat er een selectietool omheen komt te staan. En dan kun je dus de maat opmeten. Nou, dat is dus eigenlijk ook wat we gaan doen. We gaan maten opmeten.
Dus W staat voor width, dus breedte voor in het Engels, en H voor height, hoogte. En het staat in pixelformaat. Stel dat je dat nog niet in pixelformaat hebt staan, dus dat er hier comma getallen staan, dan kun je, ik heb per ongeluk mijn informatieding verplaatst, kun je dus je rulers aanzetten, als die nog niet aanstaan. Ctrl-R of Command-R voor Mac-gebruikers. Dan komen deze hier te staan, rechtermuisknop, en dan kun je kiezen wat voor eenheden. Dus rechtermuisknop op de lineale klikken. Dan heb je dus de opties en wij werken dus met pixels. nou, we gaan dus maten opmeten. En die gaan we straks eigenlijk aanmaken. Maar eerst gaan we even kijken wat we allemaal precies hebben in onze site. Nou, we hebben een logo, we hebben navigatie. En eigenlijk die twee dingen... Die staan eigenlijk bovenin in het vlak, maar dat op zich, dus een logo, navigatie, oké. Okay. En dan hebben we hier, moet ik het maar even uitzetten, grote tekst, dus een grote intro tekstblok. Dan hebben we hier een soort filmpje, die noem ik showreel. Showreel is eigenlijk gewoon een soort klein filmpje waar je al je werk laat zien, maar dat kan ook gewoon een ander filmpje zijn hoor. In jullie geval kun je dus, zie je ook meteen hoe je een YouTube filmpje ergens kunt inzetten. Daarvoor heb ik dat er ook ingezet. Nou, het volgende stuk is dus, even kijken, dat is dus een vlak met twee kolommen teksten. En dan hebben we hier een soort 1/3 vlakje, weet je wel, die wordt dan eigenlijk 3 keer herhaald. Met een tekstje erin, foto en een... En een header hier, dus tekst, plaatje, grote kop. En dan hebben we aan de onderkant nog, en dat is wel eigenlijk een losse groep, zullen we zeggen. Dus dit is een los stukje. Want ik wil eigenlijk dat dit volledig over de hele breedte doorloopt. En ik wil dat dit dat ook doet. En dat kunnen we alleen maar creëren als we hier... dit als een soort los ding maken. Dus dit maken we als een los ding. En zoals je kijkt, als je ook ziet dat de pagina eigenlijk in het midden is uitgelijnd. Je hebt hier net zoveel ruimte als hier. Dus om alles heen. Dus ik zal de blokken doosjes nog een keer aanzetten. Dus om al deze dingen heen. Komt eigenlijk nog een soort vlak heen te staan. Die ervoor zorgt dat dit allemaal in het midden uitgelijnd is. Ik noem dat ook wel vaak de container. Div. En die zorgt ervoor dat alles netjes in het midden uitgelijnd staat. Oké, okay, nou we gaan eigenlijk in eerste instantie die ID's aanmaken, die unieke vlakjes. Dan gaan we classes aanmaken, dus dan gaan we deze jongens aanmaken. En deze. En dan nog die container eromheen. En al die ID's die gaan we aanmaken en classes. Die gaan we eerst aanmaken. Dan gaan we er nog geen eigenschappen aan geven. Dus nog geen breedte en hoogte. Dat is eigenlijk de volgende, of de derde stap. Want eerst gaan we ID's en classes aanmaken. Dus nou. Gaan we dus in een stylesheet beginnen. En waarom doe ik dat in die volgorde? Omdat het heel fijn is dat je dus hier ID's en classes kunt aanmaken. En dan Dreamweaver herkent die automatisch en die geeft dan ook als suggestie van wil je deze ID of class op dit vlak toepassen. Ik zal straks uitleggen wat daar een groot voordeel van is. Nou, eerst even kijken nog een keer spieken naar onze design. Nou, ik begin dus met low. Je doet het net als een boek lezen, hè? Van linksboven naar rechts naar beneden. Zo ga je eigenlijk ook je ID's opzetten op zich. In een stylesheet maakt de volgorde niet zoveel uit. Maar ik vind het wel logisch om het wel in diezelfde volgorde te doen zoals je het ook in je broncode hebt staan. Maar op zich maakt het niet zo heel veel uit. Nou, een ID aanmaken is dus een hekje, daar hebben we het over gehad. Nou, dan noem ik dat logo. En gekruld hekje openen, dus een acculade openen. Ik doe meestal een witruimte ertussen nog, dus een extra regel. Dus een enter en dan weer... gekruld hekje sluiten. Nou, het volgende onderdeel was navigatie, die dunne strook bovenaan. Dus ik noem deze hoofdnavigatie, dat lijkt misschien een betere. Dus hoofdnavigatie.
En je ziet ook meteen dat ik dus die camel case gebruikte, hè? Dus dat met die hoofdletter voor het volgende woord. Weer gekruld hekje openen, gekruld hekje sluiten. Vervolgens was mijn grote tekst, dus grote intro tekst, dus ja, noem het grote intro tekst. En op zich kun je hier gewoon spelfouten maken als je die consequent meeneemt naar jouw broncode of source code. Dan doet het verder eigenlijk geen probleem, hè? Want zoals ik al zei, het vorige gedeelte van op zich maakt het hem niet zoveel uit wat je dat typt. Al typ je er hutse fluts neer, dan vindt hij het ook goed als je het maar gewoon elke keer hetzelfde typt. Oké, grote tekst. Dan hadden we een filmpje. Dus noem ik gewoon een filmpje. En dan hadden we een twee koloms tekst. En je ziet gewoon, dit zijn allemaal gewoon unieke vlakken, zullen we zeggen. Daar zijn er maar één van. Dus dan ga ik er ook geen klas van maken. Twee koloms, lommen, twee koloms tekst. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar voor mij werkt het wel. Even kijken, zo. En nu komen we dus op een gedeelte. Ik zal even teruggaan naar mijn ontwerp. Maar je kunt zien dat dus dat herhalen ding terugkomt. Ik zal even de blokkendoos uitzetten. En het is dus elke keer kopje, streepje, plaatje, tekst. Kopje, streepje, plaatje, tekst. Dus je ziet gewoon dat het elke keer hetzelfde is. Ook al staat er straks andere tekst in. Een ander plaatje zoals je ook al hier ziet. En een ander tekstje waarschijnlijk. Dit wordt wel gezien als een soort herhaling, zullen we zeggen. Dus daar kunnen we een class voor maken. Dus dan gaan we naar de bron of de stylesheet, C6 bestand. En we maken dus nu niet een hekje aan, of een hashtag, of hoe je het ook wil noemen. Maar we maken een punt aan. Dat is dus een class. En ja, hoe gaan we dat noemen? 1/3 columns, of 1/3 kolom. 1 derde, oh wacht, 1/3 kolom, 1/3 kolom vind ik op zich wel een goeie. Oké. En gekruld hekje openen, gekruld hekje sluiten, dat werkt eigenlijk precies hetzelfde als een idea. Wat hebben we dan nog meer? Even weer mijn blokkendoos aanzetten. Of block model, of hoe je het ook wil noemen. En je ziet ook wel dat ik gewoon in grote stukken denk. Hè? Want ik heb hier natuurlijk wel nog allemaal onderverdelingen in zitten. Zoals hier een plaatje, daar een tekst en daar een kop. Maar ik ga eerst die grote vlakken aanmaken, zullen we zeggen. Dus dit ding, die hele grote, die twee. Logo en navigatie. Want in de navigatie zit ook nog van alles in. Even kijken, dan hebben we deze. Volgens mij was dat mijn... Even kijken hoe we dit hebben opgebouwd. Oh, dit is eigenlijk gewoon een logo. Eén lang stukje, zullen we zeggen. En dan zitten weer drie dingen in. Dus ik heb me een beetje vergist met die blokmodel. Ik zal ze even een beetje aanpassen, snel. Dus deze mag even uit. En eigenlijk is dit, ja, hoe gaan we dat opdoen? Deze die moet eigenlijk een beetje hoger. Deze moet eigenlijk een beetje lager. En deze ook. Die moet een beetje zo. En ik denk dat ik het beste, vaak is het ook gewoon een beetje puzzelen. Even kijken van hoe je dat ongeveer het beste kunt opbouwen. En ik denk dat voor mij dit wel redelijk werkt. Eén lang ding. Ja, zo gaan we doen. Even de hulplijnen weer aanzetten. Zo. Dan heb ik deze hier. Die is
Ik doe dat trouwens met Ctrl-T trouwens, hè? Dus transform. Dan kun je dus je vlakken nog aanpassen in breedte. Even kijken, en deze moet ietsjes hoger. Zo. En dan heb ik hier nog eentje hier staan. Die doe ik weer even. Deze kopiëren. Als je Alt inhoudt en verplaatst, dan zie je dus dat hij hem kopieert. Moet iets smaller zijn. Dat is volgens mij zo breed. Ja. Nou, oké. Dan hebben we dus dit even aangepast. Even dat onderste vlak even aanzetten. Deze volgens mij. Dus nu klopt hij weer. Dus nu moeten we even gaan kijken hoe we dat verder gaan noemen. Ik noem dit wel footer bovenkant. Ja, doe dat. Footer bovenkant. Navigatie. Footer navigatie. En dan noem ik deze. Ja, dit is eigenlijk NAW gegevens, oftewel naam, adres. Waar staat de W ook weer voor? Nou ja, in ieder geval je straatnaam en je telefoonnummer en e-mailadres. En hier heb ik dus ook nog een stukje Google Maps ingevoegd. Dat vond ik op zich ook wel aardig om te laten zien hoe dat werkt. Oké, even kijken. Dus dan noem ik dit Google Maps, dit NAW en dit voetennavigatie en deze boven footer top of zo. Dus eerst die footer doen. Footer top. Boven misschien. Hou het helemaal Nederlands. Boven. Daar zie je ook wel dat het soms gewoon eventjes moet gaan nadenken van nou, wat moet ik er in godsnaam voor een naam geven? Oh, ik ben nog één ding vergeten. Dit achtergrondkleurtje met die subtiele schaduw die je hier ziet, die moet ook nog een. Dat wordt eigenlijk een heel groot vlak eigenlijk die dat verzorgt dat het goed komt in ieder geval met dat kleurtje en en dat verloopje, dat schaduwtje. Dus die moet ik ook nog aanmaken. Dus ik ga even hierboven. Dan noem ik gewoon footer. Dan hadden we onze volgende was footer navigatie. En je ziet ook wel dat sommige namen misschien wat langer zijn, maar ik heb zoiets van als een ID-naam maar gewoon duidelijk is. De lengte is toch niet echt belangrijk. Maakt toch niks uit, het werkt toch. Als je maar weet wat het doet in ieder geval. Oké, we hadden een voetennavigatie, dan hadden we NAW gegevens. Ah, het is naam, adres, woonplaats of zo. Volgens mij is dat het, de W. Ik moest even nadenken waar dat ook weer voor stond. Nou, en dan deze Google Maps. Zo, daar komt ons kaartje in te staan met de locatie erin. Oké, nou hebben we al die ID's aangemaakt. En class. Die ene class, een derde kolom. En nu kunnen we eigenlijk in de broncode. Oh. We zijn er nog één vergeten, die container wat ik had, waar ik het over had. Die zet ik helemaal bovenaan. Dus ik zet hier container. Zo, een mooie hutregel ertussen. Misschien hier ook nog één. Je zou bij elk onderdeel wat commentaar bij kunnen zetten. Maar ja, je ziet eigenlijk al als je gewoon goede ID-namen aanmaakt, dan hoef je er eigenlijk niet bar veel uitleg nog bij te geven, want dit zegt al eigenlijk wat het precies inhoudt. Maar als je dat prettig vindt of er komen nog wat subonderdelen van, dan zou je dat kunnen doen. Dat is alleen maar voor jezelf, dat doet verder niks eigenlijk om je site mooier of fraaier te maken of meer interactief. Oké, ID's aangemaakt, classes aangemaakt, dan gaan we naar onze broncode. En dan ga je ook meteen zien wat het voordeel daarvan is als je dat eerst hebt gedaan. We gaan hier dus nieuwe elementen aanmaken. We hebben ze al een keer eerder aangemaakt, die div. Dus eerst
gaan we dus die container div aanmaken. Div en dan. En ik heb trouwens me een klein beetje vergist. Ik ga eventjes terug. Want ik had hier een ID van gemaakt. Maar die komt nog een paar. Die gebruiken we twee keer. Dus ik ga deze even. Want ik ga hem namelijk. Even kijken. Ik zal hem even laten zien. Hier gebruiken. Hier zo. Om deze dingen heen. Zo. En ik ga hier een divje aanmaken waar dan weer die container eigenschap in komt. Dat die dus eigenlijk zo breed is en het midden uitlijnt. Dus ik ga hem twee keer gebruiken. Hier en hier. Dus dan wordt het automatisch een class. Want we gaan hem vaker gebruiken. Dus terug weer naar deze. We gaan beginnen. Div. En dan spatie. Class. Nou, vraagt hij, zie je, dan zie je meteen al van, oh, welke class wil je gebruiken die ik in die stylesheet vind die je hebt geattached. Of eraan heb gekoppeld, zoals we het in Nederland zeggen. Nou, we hebben twee smaakjes, ik wil die container gebruiken. Dus ik druk op enter en je ziet ook meteen, hier is de kans van spelfouten maken natuurlijk minimaal. Dat is hartstikke fijn. En als je hem dus afsluit, dus met zo'n driehoekig hekje en een slash, dan zie je ook dat hij die div meteen, dat hij weet van oké, dat ding wil je dus afsluiten. Nou, inspringen, hè, daar heb ik het over gehad. Zo. En, oh, sorry, ik sloeg de camera of de microfoon om. Dat zal niet fijn zijn geweest voor jullie. Even kijken, dan moeten we hierin, gaan we dus onze andere elementjes inzetten. Dus we gaan weer een tapje geven en we gaan een nieuw divje aanmaken. Div ID, dus nu wel een ID. Nou, hier heb je een hele hoop ID's. Nou, wij kiezen, het is op alfabetische volgorde. We moeten eerst een logo hebben. En die sluiten we. Dan komt er een navigatie. Div ID navigatie. Even kijken, hoofdnavigatie heet dat. Weer sluiten. En je ziet gewoon dat het vrij eenvoudig is om zoiets heel snel op te zetten. Ik doe er wel altijd een witregel tussen overal. Dat werkt best prettig, want dan kun je ook een beetje de overzicht houden. Div, ID, grote tekst, grote intro tekst. Als je het gewoon niet meer weet, hè, wat er vervolgens komt, want hier is het wel belangrijk wat de volgorde is van die elementen, dan moet je gewoon even terug naar je Photoshop document en je ziet gewoon van links boven naar rechts naar beneden, dus net als je een boek leest, logo, navigatie, grote tekst, filmpje, wat is het ook weer, tekst twee koloms of twee koloms tekst, en dan die 1/3 kolom, 1/3 kolom, 1/3 kolom en dan komt hier nog dat stuk. Dus eigenlijk gewoon van zoals je een boek ook leest. En dat is best belangrijk dat je die volgorde gewoon goed aanhoudt. Want anders gaat het hier in de broncode is het wel heel belangrijk. Anders gaat hij allemaal dingen op de verkeerde plek zetten. Oké, de volgende is dus filmpje. Dus div ID filmpje, dat is de eerste die... En je ziet ook hoe netjes ik werk, hè. En vooral als je eigenlijk nog niet zo bekend bent met het hele programmeren, moet je heel netjes werken. Want anders ga je heel snel de weg kwijtraken. Je ziet het vooral hier, even kijken. Kijk, hier zie je het al, waar je dus de valkuil kan zijn. Je denkt soms van, oh, ik heb hier al een afgesloten divje staan. Waarom zet ik hier nou nog een afgesloten divje? Nou, door dat intappen zie je ook heel duidelijk dat dit hierbij hoort. En deze helemaal hierbij hoort. Omdat hij op datzelfde niveau is. Weet je wel, hij staat hier, hij staat daar. Dus die twee horen bij elkaar. En bij deze hoort bij die. Want elke keer als je zo'nzelfde element afsluit, ja, die sluiten al. Die beginnen misschien wel elke keer uniek, weet je wel, met div en dan ID en dan een bepaalde unieke ID. Maar die sluit altijd hetzelfde af.
Dus dat is wel. Het is dus niet div en dan spa, weet je wel, dat afsluiten dat je hier nog bij kunt zetten van dit is dus die tweede kolomste tekst die ik afsluit. Dus je moet gewoon heel netjes werken, want als je dat niet doet, dan, ja, dan word je, heb je gewoon één grote spaghetti. Zoals ik dat ook wel eens vaker noem, spaghetti van code. En ja, dan wordt het heel moeilijk van als je ergens een foutje maakt, dus ergens een divje vergeet af te sluiten. Ja, zullen we zo zeggen, die code is niet echt heel vergeeflijk, zullen we zeggen. Sommige browsers die gaan dan het een beetje voor jezelf afmaken. En dat kan soms ten goede zijn, weet je wel, dat het precies zo eruit ziet zoals je het zou willen. Maar het kan soms ook gewoon helemaal anders komen te staan zoals je zelf had voorgesteld. Je wil er natuurlijk absolute controle over hebben hoe je iets laat uitzien, want anders, wat is het nut er überhaupt van? Dus ja, probeer dat gewoon goed af te, ja, goed opletten dat je nergens een typfout maakt. En typfouten kun je nogal snel maken, want ergens een divje vergeten af te sluiten of een punt komma straks in je stylesheet, dat kan soms ja, iets maken en breken, zullen we zeggen. Dus ik wil jullie niet angst injagen, maar ja, het is gewoon heel. Het zijn robots eigenlijk, zullen we zeggen. Hè? Dat is programmeertaal ook. Die kan niet met je meedenken. Ze zijn eigenlijk best wel dom eigenlijk. Die wachten gewoon af totdat jij gewoon het goed doet. En dan voeren ze die taak uit. Als jij dus eigenlijk een verkeerde taak aan hun geeft, dan gaat het ook mis. Die gaat niet zelf nadenken van, oh, hij heeft dat divje vergeten af te sluiten. Dan zal ik het hem even voor hem doen. Nou komt dus die class. Even kijken, dat zijn die dingen hier. Dus nou is het wel fijn, want je zou voor de mensen die heel erg met het copy-paste, dus knippen en plakken leuk vinden, nou dan heb je hier dus heel mooi aan. Div, class, 1 derde kolom, afsluiten. En nou zou je zou je dit gewoon kunnen kopiëren. Want het zijn eigenlijk drie keer precies dezelfde dingen. En er staat nu nog niet zoveel in. Dus ja, kun je dat heel makkelijk drie keer kopiëren. Want we hebben er, of ja, twee keer kopiëren. Want dan heb je er dus drie in totaal. En even kijken. Wat kwam daarna nou ook alweer? Dan, volgens mij sloot hij dan af. Even kijken. Ja, dan sluiten we de container af. Dus dat klopt. Dat doen we hier ook. Dan komt vervolgens hieronder, dus je ziet ook meteen van oké, okay, wat is het niveau nu dan? Dan zeg je div id footer. En ik snap natuurlijk, voor sommigen is dit totaal niet logisch waarom ik nou ineens zo'n stuk eigenlijk buiten die container ga doen. Maar het is natuurlijk ook wel dat oefening baart kunst. En op een gegeven moment weet je natuurlijk heel snel hoe je zo'n puzzel kunt oplossen. Ik heb dit al heel vaak gedaan natuurlijk. En daarom weet ik ook gewoon dat daar dus dat op zich gewoon voor mij in ieder geval logisch is. Dat je dus. Even kijken, ik zal hem even hieronder neerzetten. Dat je die dus in tweeën opsplitst. Even kijken. Oh, die staat hier ook al aan. Kijken. Alleen hij is een beetje te kort. Even kijken, zo. Dus dit is die. Ik zal hem even hulplijnen uitzetten. Dit is eerst dat blok dus. Die footer wat we nu gaan aanmaken. En die staat eigenlijk op datzelfde niveau als die container nu. Zie je dat? Hij begint ook hier ingetapt. Ik sluit hier de container af. Dan maak ik dus weer op datzelfde niveau een footer aan. En in die footer ga ik dus weer die container neerzetten. Dat is ook een class container, omdat we hem nu twee keer gebruiken. Afsluiten. En in deze container, nu zie je dus ook gewoon dat dat inspringen totaal geen overbodige luxe is.
Want hierin komt natuurlijk weer het volgende element in. En dat is, even kijken, wat hadden we dat genoemd? Voeter boven of zo. Ik weet het al even niet meer. Maar dat zien we vanzelf. Oh, sorry. Zien we vanzelf al. Even kijken. Div. ID. Voeter boven, volgens mij. Voeter, ja, voeter boven. En die sluiten we weer af. Dan zat er een voeter navigatie in. Dus div ID footer navigatie. En dan hadden we div ID NAW gegevens. En dan de volgende div ID. Google Maps was dat. Even kijken, Google Maps. Zo. Dus die staan er allemaal in. Save. Altijd goed om af en toe te saven. Dat is eigenlijk met alles wat je doet, hè, op een computer. Als ik nou hier op refresh druk, dan zie je hier nog niet veel veranderen. Wat ik vaak doe. Om de dingen wat duidelijker te maken, zet ik even hierin nog in tekst gewoon wat het is. Dus ik zeg hier logo. En dat is eigenlijk puur dat je gewoon weet van oké, het goede vlak gaat ook gewoon iets goeds doen, zonder zeggen. Want als je dit zo bekijkt in je browser, dus ik zal het even weer previewen in Chrome, dan zie je dus, ja, nu staat er dan één tekstje, maar al die andere vlakken die je hebt aangemaakt, die zie je niet. Dat komt omdat zo'n div standaard eigenschap 100% breed is, transparant en 0% hoog. Nou ja, als er verder dan geen tekst in staat, dan zie je dus helemaal niks. En op zich is dat wel fijn om dan toch even als tekstje, dat halen we er straks weer uit natuurlijk, erin te zetten dat je kunt zien wat het in godsnaam doet eigenlijk en als het wel allemaal goed gaat. Hoofdnavigatie. En je ziet hier dat ik hier gewoon wel spaties en zo gebruik. Hè? Want dit is gewoon tekst, dus die doet verder niks dan alleen maar even in tekst neerzetten van wat het precies inhoudt. Dus intro, grote intro tekst, filmpje. En wat we eigenlijk gaan doen nu we dus eigenlijk de broncode klaar hebben staan. En de stylesheet hebben de ID's en classes aangemaakt, is dat we daar dus nu die breedte en hoogte eigenschappen in gaan geven. En dan ga je en een achtergrondkleur, allemaal verschillende achtergrondkleurtjes die je er later ook weer uithaalt. Maar dan kun je al een beetje zien van klopt mijn blokkendoos ook wel eigenlijk. Dus tweede kolom tekst, dus twee kolom. Tekst. Even kijken. 1/3 kolom. Dan zou ik die tekst kunnen kopiëren. Maar ik noem dit gewoon ook 1/3 kolom nummer 1. Dan kun je straks ook zien dat daar dus ook echt verschil in zit. Nou, dit even kopiëren. Dus dat je hem eigenlijk in de stijl wel hetzelfde maakt, maar wat de inhoud is, dat elke keer verschilt van, ja, van die kolommen. Even kijken. Dit is dan nummertje 3. En dan hebben we hier. Het ziet er al heel spectaculair uit, dit allemaal, hè? Maar het valt eigenlijk best mee. Footer. Bovenkant. En even kijken, footer. Navigatie. En dit is NAW gegevens. En de laatste is Google Maps.
Nou, als ik dit nou opsla, refresh, dan zie je dus ook al die dingen onder elkaar staan. En je ziet dus ook dat die dus ja, 100% breed zijn. Je kunt er ook op klikken. Wat ook wel fijn is van Dreamweaver is dat als je ergens een tekst aanklikt, dan zie je ook de hiërarchie hieronder staan. Dus deze tekst staat dus in footernavigatie. Als je die aanklikt hier, dan selecteert hij dus ook dat element, dus die div. En die staat dan weer in een container. Dus je ziet ook dat nou de hele container is geselecteerd. En die staat in footer. En die is helemaal geselecteerd. En dat hele ding staat in de body. Dus dan zie je ook dat die hele body is geselecteerd. Ja, dat is heel handig hoor, want dan kun je heel snel iets vinden. En ook zien als het goed is. Oké, nou dat aangemaakt. Even kijken in je browser. Nou, dan krijg je dus eigenlijk al die dingen onder elkaar te staan, omdat ze nog verder geen eigenschap hebben. Oké, dat is dus het eerste gedeelte. Nu gaan we er zo meteen breedte en hoogte aan geven en een achtergrondkleurtje.